De politie vraagt op verzoek van de procureur des Konings van Tongeren om volgende oproep tot getuigen te verspreiden. De politie en het parket van Tongeren zijn op zoek naar de bende die in juni en juli 2012 in tientallen huizen heeft ingebroken in Limburg. De dieven boren een gaatje onder de deurkruk van een raam of deur om zo de woning binnen te geraken. Terwijl de eigenaars slapen, stelen ze bankkaarten, mobiele telefoons en kleine kostbare toestellen. De gaatjesboorders sloegen onder meer toe in Borgloon, Welle, Kortessem, Heers en Mazeik. Uit onderzoek blijkt dat ze mogelijk in de buurt van Luik verblijven. Met de gestolen bankkaarten halen ze dezelfde nacht nog geld af van de rekeningen van de slachtoffers. Twee verdachten werden gefilmd tijdens het afhalen van geld in het Nederlandse Roermond. Deze man is verscheidene keren te zien tijdens het frauduleus gebruik van gestolen bankkaarten, onder meer na inbraken in Heers en Mazeik in juni en in Kortessem in juli. Hij is vermoedelijk tussen 45 en 55 jaar oud, hij heeft kort donker haar en hij heeft een buikje. Hij droeg een donkere korte vest met daaronder een zwart t-shirt met het logo Billabong vooraan, een zwarte broek en sportieve schoenen met witte veters. De man is een roker. De tweede man is jonger. Hij is van vreemde herkomst. Hij heeft kort donker haar, donkere ogen en een stoppelbaard. Hij droeg een donkere sweater met kap, onder een lichte jas met knopen en een joggingbroek met op de linkerdij het opschrift Limited in grote witte letters. Kent u deze mannen of weet u waar ze verblijven? Dan willen de speurders dat graag weten. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 30 0.